Ja, daar loop ik dan op het prachtige ijs van Loosdrecht. Maar helaas, gewoon met mijn schoenen aan. Want de dokter zei, Henk-Jan, wat er ook gebeurt, jij gaat niet schaatsen. Ik voel me een beetje een spelbreker. Een groot deel van Nederland verheugt zich op een weekendje schaatsen op natuurijs. En ik zeg tegen jou, hey joh, wacht nog even. Maar ik meen het serieus, het is echt beter als je nog even wacht. Door de diabetes heb je problemen gekregen met je voeten. Serieuze problemen. En op een gegeven moment is er zelfs een wond ontstaan. Gelukkig is die wond nu weer dicht, maar dat wil niet zeggen dat je voeten volledig hersteld zijn. Dat heeft nog even tijd nodig. En je zult je conditie moeten opbouwen, maar ook de belastbaarheid van je voeten, om te voorkomen dat er straks tijdens het schaatsen nieuwe wondjes ontstaan of de oude wond weer open gaat. Nog even geduld, man. Ja, en dit motiveert mij natuurlijk alleen maar om nog meer te gaan trainen voor die 200 kilometer. Ik kan het niet alleen. Ik heb daar wel iemand voor nodig die ook nog zegt van Henk-Jan, dit mag je wel of niet eten. En daarvoor heb ik Liesbeth Milat. Zij werd al een keer tiende op de 200 kilometer op de Wijzerzee. En is diabetes diëtist. Mooi woord. En zij was wel duidelijk. Ik wil je nog wel even een klein beetje, nou geen tik op je vingers geven, maar even attenderen op het feit inderdaad dat die eiwitinname echt wel laag is. En af en toe ook wel erg laag in calorieën. En die energie heb je gewoon nodig. Ondanks dat die suiker omlaag moet, dat je zegt van ik wil graag mijn gewicht verlagen. Het moet echt wel ook voldoende zijn. En als het heel erg wisselt, dan raakt het lichaam en de hormoonspiegel ook helemaal van slag. Dus probeer vooral voldoende te blijven eten. Dus let op je eiwitten, let op je koolhydraatverdeling. De grote momenten, 's ochtends, tussen de middag en 's avonds. En dan wat kleinere hoeveelheid koolhydraten tussendoor. Probeer die verdeling gewoon goed te doen. En het tussendoortje is uiteraard natuurlijk geen half uur voor je warme maaltijd. Want dan is het bijna één hoop. Voor de rest ben je echt super goed bezig. Dus ga vooral echt zo door. Blijf lekker sporten. En als er wat is, geef een geel. En dan gaan we gewoon kijken wat ik verder voor je kan doen. Geniet van het ijs en het prachtige omstandigheden. Keizerswetter, zoals ze dat zo mooi in Oostenrijk noemen. Sneeuw, vorst. En de zon. Geniet ervan. En ik ga trainen. Helaas, op de fiets.